Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een interview uit de serie Online Marketing Interviews. Gestart in 2020 tijdens het coronatijdperk. Als je het 3 jaar later kijkt, denk je, oh ja, die tijd. Hoe dan ook, vandaag ga ik in gesprek met Marketing Automation Specialist Nick Nijhuis. Je ziet hem als het goed is al in beeld. Welkom, Nick. Dankjewel, Mark. Hallo. Nou, leuk dat je mee wilt doen aan het interview. We hebben natuurlijk wat meer contact gehad de laatste tijd in het kader van de online marketing trainingen die we gaan verzorgen en organiseren vanuit DGOC. Daarover later meer. Ik zou willen vragen om jezelf eerst even kort voor te stellen. Dus wie je bent, wat je doet. En dan rollen we vanuit daar verder, zeg maar. Oké, nou, de naam is al gevallen. Ik ben Nick Nijhuis. Ik ben online marketeer. Heb een eigen bureau daarin en ben daarnaast ook docent op de Hogeschool Windesheim. Ontwikkel daar onderwijs voor de studenten. En het mooie is eigenlijk wat ik aan studenten vertel, daar kan ik ook wel heel veel ondernemers kwijt. En ik help dus ondernemers in de praktijk met het optimaliseren van campagnes, bereiken, genereren, vindbaar zijn in Google, marketing automation zoals al is aangekondigd. Maar vooral met hun online denkwijze. Dus ja. Echt naar strategie toe. Top. Dat onderwijs, dat het herken ik wel. Ik ben natuurlijk zelf ook part-time docent bij de Fontys tegenwoordig. Hoe bevalt het jou op dit moment met het want jij zal ook lesgeven op afstand, gok ik. Nou, dat is een hele goede gok, Mark. Ja, het is, we zijn eigenlijk niet meer welkom op school. Ja, daar komt het op neer. Dus dat betekent dat wij inderdaad heel veel via, wij gebruiken dan Microsoft Teams... Om les te geven. Wij gebruiken bijvoorbeeld ingesproken powerpoints om de kennis over te brengen. Ja, hoe is dat? Ja, nou ja, goed, ik denk dat jij een beetje dezelfde ervaring hebt en de ervaringen die half Nederland heeft. Dat is, ja. Het is toch even wennen, hè? Geen non-verbale communicatie meer. In het begin heel erg zoeken, microfoontjes aan, microfoontjes uit. Gebruik van de chat om antwoorden te geven. Ik weet dat ik in het begin een soort radio-dj voelde met een klas vol studenten. En nou mag jij even je microfoontje openzetten. En nou mag jij even een antwoord geven. En zet maar even op de chat wat je denkt. Ja, maar goed, al met al vinden we daar een weg in. Hè? Natuurlijk was de eerste week was het vooral overleven en de boel aan de gang houden. En we komen nu in het tijdperk dat we echt moeten gaan nadenken van, nou, dit gaat nog wel even duren. Mm-hmm. Hoe gaan wij een goede mix krijgen van het bijvoorbeeld ingesproken powerpoints aanbieden. Het klassikaal vragenuurtjes organiseren. Ja. Tot, hoe zeg ik dat, video's aanbieden. Ja, om dan toch een goede mix te krijgen. Om die manier de kennis en vooral de vaardigheden, want dat is natuurlijk nu over te brengen. Ja, dat is een hele kluif. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, Mark. Maar... Ja, een beetje hetzelfde. We hebben ook Microsoft Teams, net als jullie, waar we de lesmomenten in doen. We gebruiken ook opgenomen PowerPoints. Dus één op één hetzelfde. We hebben ook getest met Webinar Geek. Dat was een initiatief van mij. Dat gaf ik op een gegeven moment les aan 8 klassen tegelijkertijd. Nou, dat had zo zijn eigen voor- en nadelen, om het zo maar te zeggen. Ja, al helemaal met propedeisklassen, zeg maar. Ja, ja. Dat kun je wel. Ja, ook beveiligings-issues, hè. Daar moet je ook nog even goed op letten. Dat ze geen presentaties kunnen overnemen, dat soort dingen. Uiteindelijk ga je toch gewoon werken met wat de school voorschrijft. En in dit geval is dat met Teams en dat werkt ook prima, dus geen enkel probleem. Dus nee, daar hebben we genoeg in te doen allebei, denk ik zomaar. Ja, dus alleen daar kunnen we al onze werk mee. Ja, dat gaan we alleen niet doen. Het leuk als introductie, maar we gaan gauw mee kappen, zeg maar. Hey, marketing automation, wat maakt dat nou zo leuk? Nou ja, kijk, marketing automation. Ik post van tweede paasdag op LinkedIn even iets. Kijk, het mooie van marketing automation is dat het je eigenlijk je handen vrij maakt om je toch bezig te houden met wat je als ondernemer wil. En dat is namelijk gewoon ondernemen, met nieuwe dingen bezig zijn. Terwijl eigenlijk geautomatiseerd opvolging op campagnes, reacties op leads die binnenkomen. Ja. Dat wordt eigenlijk voor je gedaan. Dus heel veel doewerk, heel veel repeterend doewerk. Ja, daar hoef je niet meer te doen, of in ieder geval minder te doen. En dat geeft je de tijd vrij om nieuwe dingen te bedenken. Met nieuwe dingen bezig te zijn, andere campagnes op te zetten. Ja. En los daarvan, je kunt heel veel dingen heel goed doormeten natuurlijk. En daarop ook goede rendementen halen.
Ja, inderdaad. Zo heb ik dat vorige week nog gedaan bij mijn e-maillijst. Dat zijn van die momenten die herken je misschien wel als ondernemer die heel eng zijn. Ik ben kritisch gaan kijken naar onze openingsratio's. Die lagen onder marktconform. En ik had al een automation lopen, al heel lang, van heractivering. Dus 90 dagen nergens iets geopend. Dan kom je op de inactieve lijst, krijg je nog één mail van, joh, wil je dit nog wel ontvangen? Maar ik had al een jaar niet meer aan gedacht om de mensen die daar dan niks mee doen, of dat niet openen, om die eruit te knikkeren natuurlijk. Oh ja. Dus, ja, je voelde me aankomen. Ja. Een derde van mijn lijst weggedonderd. Ja. Het gaat over 1000+ adressen, zeg maar. Dus dat is leuk. En nu is de openingsratio wonderwel ineens een heel stuk hoger. Ja, nou ja, dat is eigenlijk, maar dat is toch eigenlijk wat je wilt, Mark. Ja, ik herken het heel erg, maar uiteindelijk denk je, ja, maar dit is wat je wilt. Je wilt een goede openingsratio. Je hebt eigenlijk niks aan mensen die toch niet lezen. Nee, ja, maar ja, je doet het ook gewoon om hoe hoger dat ratio is, hoe beter je uiteindelijk in het postvak in terecht komt. Want exact. Als je mail te vaak niet wordt, daar is het meer om te doen. En ja, uiteindelijk maakt het jou natuurlijk niet zo heel veel uit. Plus, het is ook gewoon qua kostenbaten technisch gezien in zo'n e-mailpakket is het natuurlijk ook hoe meer adressen erin staan, hoe meer je betaalt. Ja, nee, daarom. Dus ik denk ook, hè, voor de spamfilters is het positief. Ja. Voor je eigen rendementen is het dus uiteindelijk ook gewoon positief. Daarom. Maar toch voelt het niet lekker, hè? Zoveel adressen weg. Nee, het was echt even zo'n één keer even de pijn. En, ja, even drukken, even niet kijken. En even niet meer kijken en ga weer door. En vol knallen met nieuwe campagnes, waardoor de verse adressen bij blijven komen. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje de sport bij dat soort dingen. Ja. We gaan een aantal keer het brugje natuurlijk slaan naar de training. Hè. Dus we hebben samen een training opgezet, Marketing Automation Training, die je voor DGOC gaat verzorgen. Hopelijk heel erg vaak, hè, want dit is een kwestie van we kunnen hem inplannen wanneer wij dat willen. Er zit natuurlijk nergens aan vast qua schools, dat zijn we allebei wel gewend, aan de schoolse planningen en dat soort dingen. Nee. Maar wanneer de agenda's dat toelaten, plannen we hem in en gaan we promoten. Daar komt het op neer. Yep. Ja, nee, klopt. En dat is natuurlijk dan het voordeel, hè? Geen reistijden. Nee. Komen. Ja. Dus ja, dat maakt het toch ook wat flexibeler af en toe. Ja, ja want daar hebben we openbaar eigenlijk nog nooit echt over gepraat. Dus misschien goed om even toe te lichten. Want we gaan die trainingen via Zoom aanbieden. Of welke software dat men dan het meest veilig is. Want daar is altijd weer discussie natuurlijk. En dat wordt eigenlijk gewoon hetzelfde als klassikaal lesgeven, maar dan op afstand. Dus zoals wij het naar onze studenten op hogescholen in feite al doen. Maar dan op afstand met live lessen en in jouw geval dan een marketing automation training bestaande uit 3 avonden. Een van de vragen die ik daarbij heb is van hoe typeer jij jezelf als trainer? Want je zult waarschijnlijk meer, net als ik, meer gewend zijn om live voor groepen te staan natuurlijk. Dat is inderdaad mijn grootste ervaring Ik zal heel eerlijk zijn. Het mooiste is natuurlijk echt interactief met een groep aan het werk te kunnen. Hè. Met flip-overs, whiteboards. Gewoon concreet aan de slag. Ja, dan zullen we hier nog even een beetje de weg in moeten gaan vinden. Mm-hmm. Maar ik ben een trainer die vooral laat doen. Hè. Ik ben een luie trainer, zoals je mij dan ook gewoon noemen. Kijk, het gaat er namelijk niet om dat ik veel sta te vertellen. Nee. Maar omdat mijn groep aan de slag gaat met de stof die voor hen belangrijk is om hun doel te kunnen halen. Dus wat ik vooral doe is ze eigenlijk tips en tools geven. Die zij nodig hebben om naar hun doel toe te kunnen komen. Zeg maar gewoon stepping stones, stappenplan. En daar help ik ze bij. En wat ik ook veel doe is ook kritische vragen stellen. Dat zal ook in het marketing automation proces naar voren komen. Stilstaan bij wat wil je nou eigenlijk en waarom wil je dat dan? En wat zijn dan de rendementen die je daarbij wil halen? En daar kom je ook even zo'n e-maillijst. Oh ja, welke adressen zitten daar dan in? En is die start dan wel goed? Ja. Dus vooral de mensen aan het denken zetten en de mensen aan het werk. Ja, dat is eigenlijk een hele goede. Ik sta ook wel eens in Arnhem op de Han les te geven 's avonds. Ik ben van alle markten thuis wat dat betreft. En daar heb je een van die lokalen, heeft daar een hele mooie achterwand met een uitspraak van, ik geloof dat het was Einstein of Tesla of Steve Jobs. Een van die 3, dat zijn de 3 die ik het meest zie daar in elk geval. Ja. Achterwand. Ja. En daar is het inderdaad ook, dus het maximaal. Als jij continu aan het woord bent, dan kwam het op neer, dan klopt er iets niet. Nee. Ja, dat is in essentie wel wat jij vertelt natuurlijk.
kan even de uitspraak zelf iets voor de geest halen, dus dat frustreert me natuurlijk, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat de wijze mannen hebben dezelfde mening in dit geval. Ja, nee, maar dat is zo. Ja, daar gaat het om. Eigenlijk, jij moet aan het eind van de avond niet moe zijn. Dan heb je het eigenlijk best wel goed gedaan als trainer. Ja, nou, ik weet niet, dat heb ik nooit. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar meestal als de klas moe naar huis gaat, denk ik, dat is mooi. Ja, nee, maar dat klopt. Nee, ik ben ook eigenlijk... maar ik heb dat nooit wel. Want ik vind training vind ik heel leuk. En er komt heel veel energie uit zo'n groep. Ja, als je dat op die manier die wisselwerking doet, dan ga je eigenlijk meer energie weg dan dat je kwam als het goed is. Hey, we gaan eventjes stapsgewijs door wat dingen heen die je ook in het programma van de training hebt staan, zeg maar. Mm-hmm. Op de eerste avond ga je het bijvoorbeeld hebben over de buyer persona. Ja. Waarom is die zo belangrijk voor het proces? Ja, kijk, je buyer persona is natuurlijk, dat is letterlijk je basis. Kijk, voor wie doe je het? Wie is je klant? Kijk, in marketing automation ga je op een gegeven moment allerlei content ga je uitzetten. Maar die content, die moet door mensen worden gelezen. Waarom gaan mensen content lezen? Ja, omdat het ze interesseert, omdat het ze helpt om een probleem op te lossen, om antwoorden te vinden op hun vragen. Maar dan moet je dus wel goed weten wat die vragen zijn. Ja. En daarvoor moet je dus de persoon, je klant, kennen. Wat zijn de problemen waar je tegenaan hebt? Welke taken wil die in zijn dagelijks leven vervullen? Wat vind je ook belangrijker? Is het iemand die per se het beste van het beste wil? Of is good good enough? Is het iemand die zijn informatie veelal face-to-face wil halen, zich goed wil laten adviseren? Of is het iemand die alles bij elkaar googelt? dat betekent dus dat je op een heel andere plek met je informatie zult moeten zijn. Ja. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En los daarvan, bij je persona, die wil ook gewoon weten, wat is zijn verleden al bij onze organisatie bijvoorbeeld? Of bij soortgelijke organisaties? Wat zijn producten die zo iemand anders bij ons gekocht zou kunnen hebben? Mm-hmm. Dat je ook op dat proces in kunt gaan. Ja. Ja, het is gewoon eigenlijk een profiel van je klant. En volgens mij begint alles bij de klant. Hoe zie jij het verschil tussen een... Want op scholen krijgen we natuurlijk heel vaak de marketingplannen, hè, die we mogen beoordelen. Ja. En dan gaat het vaak over de klantpersona. Is dat voor jou hetzelfde als de buyerpersona of gaat het verder? Dat gaat iets verder bij mij. Kijk, wat ik in mijn trainingen ook meeneem in de persona is al van... Oké, maar welke data zou je nou willen hebben van zo'n klant? Hè? Kijk, een klantpersona gaat dan vaak over... Wat zijn zijn doelen en wat zijn zijn waarden en waar woont hij dan en is hij getrouwd? En dat is wel leuke achtergrondinformatie, maar uiteindelijk gaat het om de informatie. Wat doet die persona nou bij jouw organisatie? Ja. En interessante producten voor die persona die jij ook kunt bieden. Waar zit hij dan op dat internet en wanneer vooral? Dus ik ga daar denk ik wel een stapje verder in dan de klantpersona waar jij nou op... Ja, dat is vaak een theoretisch kader natuurlijk, waar het dan wel ergens een keer moet beginnen. Ja, dat is op zich ook wel een logisch uitgangspunt, want de historische data is er vaak niet helemaal niet in studiesituaties. Ja? En waar begint een ondernemer nou bij het samenstellen van zo'n buyer persona? Maar je noemt best al veel dingen tegelijkertijd. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel kan overrompelen, zeg maar. Ja, maar het is ook altijd een kwestie van stapje voor stapje. Je hoeft natuurlijk niet in één keer van 0 naar 100 te gaan. Kijk, ik noem heel veel dingen die je zou kunnen doen. Kijk, er zijn organisaties, die zijn gewoon al heel ver, die hebben al heel veel en die kunnen bijna alles 100% invullen. Ja. Je hebt inderdaad ook organisaties, die staan eigenlijk op 0. En dan is het een kwestie van, laten we eerst maar eens kijken, wat is er? Ja. Oké. Wat is er niet en wat hebben we echt nodig? Want ik moet gewoon niet zonder. Nou, dan moet dat er wel komen. En dan is het een kwestie van beginnen en data verzamelen. Ja. Kijk, je hoeft namelijk niet in één keer alles perfect te doen. Dat wordt vanzelf beter. Hè? En je moet ook leren in zo'n proces, ook als organisatie. Ja. Zo gaan we stappen. Dus het is ook echt kijken met de deelnemers. En wat heb je dan? Wat kun je vergaren? Hè? Wat zijn je mogelijkheden? Welke middelen heb je? En dan met de best wat we hebben. Heel goed. Aan de slag. Ja, top. Hey, een van de dingen waar we mee te maken hebben sinds een tijd is natuurlijk AVG en de G... DPR. Ja, waardeloos term. Ja. Wat merken we? We zijn een tijd daarmee onderweg, om het zo maar te zeggen. Wat merk je daar nou van in de praktijk? Wat er gebeurde, is eigenlijk het typische wat altijd gebeurt bij nieuwe ontwikkelingen. En dat is dat je op korte termijn was er echt een overshoot.
van oh, we mogen helemaal niks meer, we kunnen niks meer, we moeten alles dicht timmeren. En dat, zeg maar. En als je het nu een jurist vraagt, die zal nog steeds zeggen, ja, je mag eigenlijk helemaal niks. Gelukkig zijn er veel praktische marketeers en veel praktische ondernemers die, misschien in grijs gebied opereren. Maar je ziet wel dat men wat vrijer wordt en wat makkelijker wordt. Ja. Het wordt minder strikt kijken waar ligt de grens. En meer vanuit een gevoel, maar ook gewoon verantwoordelijkheid. Want dat vind ik eigenlijk het beste wat die wet heeft opgeleverd, is dat we ons er bewust van zijn geworden. Mm-hmm. Wat er gebeurt met die data, dat er data worden verzameld en dat we daar met elkaar wat van kunnen vinden. Juist. En dat is het pad waar ik veel ondernemers nu op zie gaan. Van oké, wat vind ik ervan en hoe ver vind ik het ethisch om te kunnen gaan? Ja. En daar hangen dan nogal wettelijke kaders aan en daar heb ik dan met klanten vaak over. Maar ja, je merkt dat het wat vrijer is. Je rol is natuurlijk ook om te adviseren wat ze zouden moeten doen. Maar ja. Ik weet niet of jij dat ervaart in de praktijk, maar ik heb wel de indruk dat heel veel dingen die wel moeten gewoon vaker niet gebeuren dan wel. Zoals het documenteren bijvoorbeeld, dat stuk met name. Hè? Dus die, ja. Stel de controleur komt nu ergens bij het bedrijf binnen en kan die dan gelijk dat mapje met die documenten overleggen. Ja. Die, De PIA, zoals dat zo mooi heet. Ja. De wat is het ook weer? De risico-inventarisatie. Ik weet niet meer de afkorting. Ik heb ook af en toe dat ik niet weet waar die afkorting voor staat. Ja. Maar in ieder geval, dat is eigenlijk de risico-inventarisatie. Welke data heb ik? Hoe gevoelig zijn die? Oh ja, de personal impact analyse is dat de PIA. Ja. En welke data heb ik? En dat moet je inderdaad keurig eigenlijk in een mapje hebben. Ik heb daar zelf een Excel-sheet van gemaakt. Waarin ik dus aangeef welke data heb ik. Zijn die, maar ook hoe zijn die beveiligd? Welke beveiligingsmaatregelen heb ik genomen? En inderdaad, dat moet je eigenlijk kunnen overleggen. Net als alle toestemmingen om het te kunnen gebruiken. Ja, niet iedereen doet dat. Kijk, ik zeg altijd, dit is de wet. Dit is zoals je hem zou moeten volgen. Als jij er een keuze maakt om dat niet te doen, dan is dat een risico. Mm-hmm. Jou een afweging te maken of je dat risico wil nemen. Voor veel ondernemers als in het MKB, ja, daar zullen ze echt niet gelijk op de stoep staan. Nee, maar ja, er zijn natuurlijk honderden risico's die ze wel of niet zouden kunnen nemen. En heel veel zijn ze zich niet eens van alle risico's bewust natuurlijk. Hè? Dat speelt van alles. Ja, kijk, er zijn een aantal dingen die je gewoon in ieder geval gewoon goed geregeld moet hebben. Hè? Zorg dat je website, als jij daar gegevens verzamelt, dat die gewoon versleuteld is. Juist. Zorg ervoor dat jij je privacy statement, dat gewoon goed op orde is. Zorg ervoor dat als jij persoonsgegevens verzamelt, op wat voor manier dan ook, dat jij gewoon nette keurige consent, oftewel toestemming, op je site hebt staan. Ja. En dat in ieder geval als de mensen van buiten komen, of dat nou klanten zijn, de controledienst of wat dan ook, in ieder geval aan de voorkant zien dat je dat netjes op orde hebt. En als je dat aan de voorkant netjes op orde hebt, dan ben je aan de achterkant ook al wel een eindje, want je hebt je toestemming, je hebt nagedacht over je privacy statement. En aan de achterkant moet je dan regelen, oké, hoe sla ik die data op, breng ik data buiten de EU en allemaal van dat soort vragen. Mm. Ja, daar hebben ondernemers het over het algemeen lastiger mee, om dat goed af te dekken. Ja, mijn advies is toch om zich er in ieder geval in te verdiepen. En dat ze wel een overwogen keuze maken van, oké, hoe ver ga ik hier? Het lastige is namelijk ook dat de wet niet echt precies zegt wat je moet doen. Hè? Mm. Het is... Je moet de data overeenkomstig of in ieder geval zo goed mogelijk beveiligen. Ja, wat is zo goed mogelijk? Ja, nee, maar dat soort dingen staan in die wet, hè? Ja, wat is zo goed mogelijk? Er gebeurt van alles op dat gebied. Ik kreeg echt 5 minuten voordat we begonnen een mailtje van een nieuwe klant aan. Die had dan een whitepaper gekocht, zo eentje van €2. En die mailde dan van, ik kreeg een waarschuwing dat het een onveilige link is. Kun je mij de veilige link sturen? Dan moest ik een beetje gniffelen, want dat heeft er gewoon te maken met bepaalde e-mailclients en zo mega streng op externe links. Dat is gewoon een link naar een HTTPS-URL met een PDF. Ja, er zal vast wel ergens een trigger op zitten, maar dat moet je dan aan iemand uitleggen. Maar dus er zit ook in de beveiliging heel veel in. Ook daar zit heel veel automatisering in. En soms werkt hij ook wel op een hele rare manier tegen je, zeg maar. Ja, nou ja, dat zei je al met e-mail, hè, dat als jij je openingsrate te laag is, hè, dan stijgt je ook al als ranking op de spamlist. En dit is er ook weer zo eentje. Hè. Dat kan dan inderdaad zijn dat er op die server ook misschien wel een andere site staat.
Dat is het geval van bijvoorbeeld heel veel, een aantal kleinere webshops. Hè, die hebben dan van die shared services. Die ze dan, ja. En als er dan ook een of andere rare site bij je opstaat, dan is dat voor sommige clients al een trigger om te zeggen van, hey, die link is niet te vertrouwen. Of we doen jou even een extra spamcontrole. Dus het speelt heel veel op dat gebied. En daarom zeg ik ook tegen die ondernemers, zorg in ieder geval dat je hebt geïnformeerd. Dan kun je hem wel over keuze maken van wat wil ik en wat wil ik niet. Eens. Hey, we gaan nog twee vragen doen in dit openbare interview. Want terwijl we aan het brainstormen waren aan het begin, heb je me op een briljant idee gebracht. Althans, ik hoop dat het briljant is. Ik kan het jezelf zeggen. Ik knip niet in interviews, dus ik ben gigantisch de Sjaak nou. Hoe dan ook, ik heb nog een viertal vragen die ik met je mee ga nemen naar het gedeelte achter de schermen. Want we hebben natuurlijk het platform Succes met e-commerce, waar ik gewoon training in kan plaatsen. Ja. Dus als je echt de diepte in wil gaan, dan zul je de route naar het platform moeten gaan vinden voor die extra vragen. Waar je dan natuurlijk ook de key takeaways over marketing automation mee gaat krijgen. Voor nu, voor het openbare gedeelte, wil ik je nog wel twee vragen stellen. Eén is, stel je overweegt om je verder te gaan verdiepen in marketing automation. Je zou eventueel deze training gaan willen volgen. Wat zijn nou wat jou betreft de key takeaways? Dus zeg maar, ik ga de marketing automation training, ga 3 avonden met helemaal in omdompelen. Waarmee loop ik virtueel weer naar buiten aan het eind van de rit? Wat ik ten eerste altijd doe, is dat ik deze vraag aan de deelnemers zelf stel. Dat vind ik het belangrijkste. Wat wil jij? Waar wil jij? Nee, ik wil niet terugkaatsen hoor. Ik ga het zo beantwoorden. Maar dat vind ik het belangrijkste. Hè? Want dat kan ook nog wel iets verschillen. Waar wil jij nou mee naar buiten? De een is wat praktischer, de ander wil bepaalde rendementen. Nou goed. Waar ze in ieder geval mee naar buiten gaan, is één. Ze weten alles over het hele traject van marketing automation. Want laten we eerlijk wezen, kijk, marketing automation is niks meer dan het automatiseren van het versturen van berichten. Hè, en berichten versturen naar aanleiding van bepaalde acties van klanten. Maar waar ik ze mee naar buiten wil sturen, is dat zij snappen hoe het hele traject in elkaar zit, hoe het denkproces van een klant in elkaar zit. En hoe zij dat kunnen afleiden uit acties die een klant doet, waardoor ze op basis van de actie precies het juiste document of het juiste video of de juiste e-mail of wat het dan ook mogen zijn, naar die klant kan sturen. En dat kan dus ook zijn dat het voor de ene klant een e-mail is, voor de andere klant een video. Mm-hmm. En dat gaan we met behulp van data, gaan we dat ook uitzoeken. Welke verschillende soorten klanten heb je? Welke fase zitten ze? Waar liggen hun interesses? Hoe hebben zij het liefst hun informatie? Zodat we eigenlijk op een soort gepersonaliseerde manier geautomatiseerd dat de berichten kunnen gaan versturen. Daar lopen ze mee naar buiten. Eigenlijk, hoe gaan ze dat zelf doen? Ja, maar dat moet ook, want het is een training. Ja. Moet je wat van dat leren. Klopt. Dat weten ze dan. Ja. Plus een aantal kritische vragen die ze zich mogen stellen. Onder andere over die GDPR. Ja. Wat doe ik daarmee? Waar moet ik op letten? En natuurlijk het certificaat van deelname aan de Marketing Automation Hoe kon ik hem vergeten? Hoe kan ik die vergeten? Ja, nee, maar dat is eigenlijk gewoon het bewijs inderdaad dat ze het hele traject snappen en daar ook naar kunnen handelen. Ja, nou, we hebben hem genoeg geplucht, denk ik zo. Maar interviews zijn over het algemeen een stuk minder commercieel van aard. Maar goed, je moet er soms wat voor over hebben. Ik kan nu tijdens dat we dit opnemen ook niet vertellen hoe je aan de extra bonus content kan gaan komen, maar dan moet ik allemaal uitdokteren. Zo simpel is het dan ook alweer. Hou het even spannend. Zoek het Succes met e-commerce platform op. Om de route te vinden naar de vraag waar nog wat meer diepgang in zit. Voor nu de laatste vraag hier. En dan sluiten we het openbare interview af. Nick, als je iets van mijn content hebt gezien ooit, dan zou je moeten weten wat er komt. Want wat zou jij doen met 1000 pingpongballen? Wat zou je doen met 1000 pingpongballen? Ik had het bij jou nog niet gehoord. Ik heb die vraag heb ik al wel eens eerder gehoord. Dan is hij van mij gejat. Ik doe het al 5 jaar. Ja, ik denk inderdaad origineel dat hij helemaal van jou komt hoor. Dus ik ga even opzoeken wie het plagiaat alweer heeft gepleegd. Wat ga ik doen met 1000 pingpongballen? Ja, dat is een hele goeie. Weet je wat ik ga doen in deze tijd met 1000 pingpongballen? Ik ga ze allemaal een kleurtje geven. En dan ga ik ergens boven op een heuvel staan. Ja. En dan zet ik aan een camera neer. En dan rol ik ze gewoon allemaal naar beneden. Het gaat een heel mooi kleurig gezicht geven. En volgens mij kunnen we dat in deze tijd wel gebruiken.
Dat is een hele mooie, inderdaad. Gewoon wat lollig. Meer kleur in het leven. Ja. Gewoon wat lolligs. Hartstikke goed. Hey Nick, dankjewel. En fijn dat je mee wilde doen aan het interview. En hopelijk heeft iedereen er weer wat van geleerd. Ik leer er altijd wat van. In dit geval heb ik toch wel de neiging om na te willen kijken hoe het eigenlijk met onze documentatie gesteld is op GDPR-gebied. GDPR, mind god, ik haal het altijd door elkaar. GDPR, ja, dat klopt. GDPR, dat is misschien makkelijker om het Engels te gaan doen, ja. Ik ga het nou niet meer herhalen. Nick, dankjewel. En voor iedereen die gekeken heeft of geluisterd, zoek de training op dgoc.nl onder het kopje trainingen. En laat je 3 avonden lang inspireren door Nick over marketing automation. En tot de volgende keer. Doei.